De Snakeweek is vrijdagavond begonnen met een feestelijke bijeenkomst in de tuin van het Snekerstadhuis. Allerlei mensen zijn uitgenodigd om bij die officiële opening aanwezig te zijn. Daar is de huldiging van de panschipper. Daar wordt het schip van het jaar uitgeroepen. Kortom, allerlei festiviteiten. En daar mogen wij bij zijn. Het is gezellig in de tuin. Iedereen staat met een kopje koffie alvast met elkaar te praten. Muziekje erbij. Kortom, een relaxed sfeertje zoals je van Snake mag verwachten. We gaan kijken wie er vandaag de panschipper wordt. Normaal volgen burgemeester en wethouders van Snake de voordracht van de KWS, dat is de Sneker Watersportvereniging. Dat bestuur bedenkt wie moet worden uitgeroepen tot lid in de orde van de Snekerpan. KWS-voorzitter Hugo Snoek leverde keurig het voorstel in, zonder te weten dat hij eigenlijk zelf de werkelijke genomineerde was. U was onderdeel van een groot complot. Het is aan mij de eer u te benoemen tot panschipper, schipper in de orde van de Snekerpan, de heer Hugo Snoek. Uitgaan. En hier is hij. Ja, dames en heren, dat verwacht je niet als je elk jaar trouw op tijd, ik doe dat altijd op de laatste BMW-vergadering voor de Snakeweek, dus dat is, de ene laatste, moet ik zeggen. Want het komt wel eens voor dat er niet een laatste BMW is in de week voor de zaterdag. Maar dat is altijd vaste prik, rond de 20 juli. En uiteraard hadden we ook met z'n allen daar een hele goede kandidaat voor. Dus dat is al heel sneu. Dat is natuurlijk heel sneu hoe dat nou moet. Maar goed, dan weet u dat we nog kandidaten in petto hebben. Want als ik het zo bekijk, dan kan de KWS al een hele tijd mee. Want we zitten op de 73ste Snakeweek en daar komen er nog minstens 75 bij. Mijn eigen gevoel is natuurlijk heel bijzonder. Ik heb me altijd als een vis in het water gevoeld. Met een watersport. Altijd met heel veel plezier gedaan. Maar ik kon dat niet met plezier doen als daar ook niet een heel groot aantal mensen met mij dat ook deden. En dat heb ik zowel binnen de splashclassorganisatie meegemaakt, waar ik toen de tijd mee begon, als vooral hier in Sneek, bij de KWS en ook bij het Watersportverbond. En het is natuurlijk geweldig om een deel van je werk je hobby te maken. En nu, je hobby is je werk geworden. Daar komt het dan ook ongeveer op neer, als ik dat zo bekijk. Maar het is geweldig om dat met zoveel mensen te doen en dat in teamverband te doen, omdat iedereen daarin toch uiteindelijk zijn steentje bijdraagt. Dus ik wil ook graag iedereen die daaraan meegewerkt heeft, om in elk geval te zorgen dat we KWS in de touwen houden, zoals het heet, wil ik daarbij van harte danken voor de samenwerking. U hebt het gehoord. Hugo Snoek, de voorzitter van de KWS, de Snekerzeilvereniging, is de Snekerspanschipper van dit jaar geworden. Hij is duidelijk verrast, want hij had iemand anders voorgesteld namens zijn organisatie. We gaan naar de vlootschouw. En daar aansluitend is straks ook nog het vuurwerk. Ja. Nou, dan kom ik uit die tuin daar bij het gemeentehuis. Een uur lang toespraken. Ik was een beetje ingedommeld, hoewel het was hartstikke leuk. En ineens sta ik met een pet op van Snakeweek GPTV. En dat is een team, de Flashing Four hier in Sneek, onder aanvoering van Fokko Dam. Ze zijn hier bezig. Fokko, wacht even, laat die dames even. Wat zijn jullie allemaal van plan, joh?
Ja, nee, we zijn de Sneekweek aan het verslaan. Oh, deze microfoon doet het niet meer, denk ik. Ik weet het niet, joh. Dat doe je er gewoon bij. Maar dit is heel profi, hè? Ja, jij hebt ook al een shirtje aan, hè? Ik mag ook een GP-shirtje en een GP-pad. Geweldig. Ja, nee, maar... Wat gaan jullie de komende dagen doen? Want jullie gaan elke dag voor ons een verslag maken. Wij gaan elke dag een verslag maken. En dat doen we, Sneekweek, Feestweek. Het heet ook In de Sneekweek. We hebben ook een liedje gemaakt In de Sneekweek. Ja, we vragen de mensen van wat ze in de Sneekweek doen, wat ze van de Sneekweek vinden. En dan niet het zeilgebeuren. Gewoon echt alles wat leuk is. En we hopen ook echt heel veel leuke mensen te ontmoeten. Echt niet het zeilen, maar het feest wat jullie gaan doen? Ja, het feest. Wat muzikanten gaan we interviewen. Hebben we ook al gedaan vanmiddag. Dus ik denk dat er vanavond in het programma ook al een paar muzikanten zitten al. We hebben ook een idol hebben we al geïnterviewd. Geweldig. Rafael. Oh nee, ik mag het niet vertellen. Nee, dat zien we daar ook wel. Ik weet dat ze er een hekel aan hebben, camera lui. Maar doe dat ding eens even naar beneden. Wat is de flashing voor? Hoe komt dit? De flashing voor... Dan moet je niet in die camera van Niels schijnen, dan gaat het hartstikke fout. Dat gaat hartstikke fout. Ik ga hem even aan de kant halen. De flashing voor, dat zijn wij met z'n vieren. Ik ga even een stapje naar achteren doen. Dit is Lars, dat is André, Bente en ik ben Dennis. En wij zijn een mediateam achter, ja. Dus ja. Jullie hebben al dit soort gekke dingen eerder gedaan? Nou, zo groot eigenlijk nog niet. Maar we zijn een beetje klein begonnen en we proberen nu wat leuks te verslaan. Elke dag zijn jullie bij ons te zien de komende Sneekweek. Ja, elke dag. Elke middag vanaf 5 uur en dan 24 uur. Juist. Nou mensen, dit moet een zootje worden op GPTV, maar jullie verwachten niet anders van ons. Jongens, maak er wat van. Bedankt. Oh, sorry. Aan boord, want de Simmerwelle met de straatklinkers passeert nu het stadia de Boeier Frizo. De mannen van de straatklinkers hebben een instrumentendeur bijgepakt, want zij mogen dus via de